Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een nieuwe serie waarmee ik ga gaan beginnen. En dat heeft alles te maken met commandoblokken in Minecraft. Welke commandoblokken heb je? Welke comments kun je uitvoeren? Dat ga ik jullie allemaal laten zien in deze nieuwe hele serie. Mariens, waar ben jij in hemelsnaam geweest in het ziekenhuis? Ik ben daar aan mijn been geopereerd geweest en daarom dat er een paar video's niet zijn uitgekomen geweest. Maar dat maakt niks uit. We zijn nu terug. We zijn nu terug. Ik kan terug video's maken. Dus vandaag ben ik hier om jullie uit te leggen hoe dat je met commandoblokken kunt werken, hoe je common blokken kunt verkrijgen, welke drie soorten common blokken er zijn en al enkele commando's die je zelf kunt uitvoeren. Welke commandoblokken zijn er dus? We hebben hier drie soorten versies erop staan. Welke soorten commando's kunnen we uitvoeren? Ja, er zijn er best wel veel, dus dat ga ik jullie allemaal in verschillende video's gaan laten zien. Maar vandaag is het puur de basic, de basis hoe dat je eigenlijk aan commandoblokken kunt geraken en en hoe dat je eigenlijk bepaalde commando's al kunt uitvoeren. Let op, deze video's worden opgenomen in Minecraft versie 1.19.3, dus een van de laatste versies van Minecraft. Daarom hebben we ook de allerlaatste versies van alle verschillende commando's. Voordat we met commandoblokken kunnen werken, moet je natuurlijk ook weten waar comments vandaan komen en hoe dat we comments kunnen gaan gebruiken. Hoe dat je dat kunt doen is door heel eenvoudig een nieuwe wereld bijvoorbeeld te gaan creëren. En bij jouw instellingen van een nieuwe wereld, als je deze op natuurlijk Creative zet, staat allo sheets al op aan. Dit is een hele handige, anders kun je dus geen commandos of sheets gaan gebruiken in jouw wereld. Of als je al in een wereld, halleluja. Of als je al in een wereld bent en je weet niet dat ze commandos aanstaan, dan kan je altijd naar het escape menu gaan, vervolgens open to lan en dan creative eventueel opzetten, oftewel allo sheets op onzetten. Als je bijvoorbeeld ook in survival zit, dus dan kan je dat hier met behulp van allo sheets kun je ervoor zorgen dat je tijdelijk eigenlijk ervoor kunt zorgen dat je commandos kunt gaan gebruiken. Nu... Hoe krijgen we deze commando's? Heel eenvoudig, als je een slash-tekentje gaat schrijven in jouw tekstbalkje, dus je gaat je tekstbalk openen, en je typt dan direct een slash, dan krijg je heel veel verschillende commando's, zoals advancement, attribute, bossbar, clear, clone, enzovoort verder. Hier kun je heel veel dingetjes gaan inzetten. We kunnen hier bijvoorbeeld een basiscommando intypen, ik ga hier met beginnen met een S, bijvoorbeeld het C-commando, slash C, van iets zeggen. Dit is een heel basiscommando, en we kunnen deze aanvragen, met behulp van de taptoets. En dan gaat hij die automatisch aanvullen. Vervolgens moeten we hier eigenlijk iets gewoon gaan zeggen wat we willen zeggen. Bijvoorbeeld, hoi, ik zeg iets. En vervolgens klik op enter en dan zie je Jens1996, hoi, ik zeg iets. Is dit handig? Eventueel misschien wel later, voor als je dit in een commandoblok wilt gaan gebruiken. Maar voor dit is het gewoon een puur een voorbeeldje. Maar er zijn er natuurlijk een hoop meer. Als je namelijk slash help gaat typen, krijg je alle verschillende commando's met al hun uitleg. Zoals je hier kunt zien, zijn het er best wel veel, een gigantische lijst die we allemaal kunnen gaan gebruiken. Wat je ook kunt doen, is bijvoorbeeld help en dan daarna het commando, bijvoorbeeld als ik help clone ga typen, dan krijg je allemaal informatie en heel simpel eventjes de syntax hoe een commando is opgebouwd, je ziet bijvoorbeeld slash clone, dan heb je een begin, een einde en een bestemming en dit, dit wordt altijd aangeduid met behulp van deze spekhaakjes of kleiner of groter dan dekentjes en je hebt ook vierkante haakjes, dat betekent dat dat dingetjes zijn die je niet verplicht bent om mee te geven, wat tussen de vierkante haakjes staat, ben je verplicht om mee te geven maar we zijn hier natuurlijk niet voor al die commando's nu al direct leren we willen natuurlijk weten hoe dat we deze Commandoblokken kunnen verkrijgen. En dat kun je op meerdere dingen eigenlijk doen. Hoe kunnen we nu zo'n commandoblok krijgen? Dat kun je met een nieuw commando al gaan doen en dat is namelijk met het slash give commando. Met slash give kun je aan meerdere spelers at i, gaan we binnenkort nog meer over leren, oftewel op jouw eigen, namelijk Jens1996. Dat ben ik zelf. Dus ik ga mijn eigen iets geven. Slash give, de spelernaam en vervolgens kunnen we bijvoorbeeld typen. Comment blok. En ik doe gewoon, doe gewoon op de tabtoets en je ziet Minecraft dubbelpunt, comment underscore blok. Minecraft dubbelpunt betekent dat het van de game zelf is. Heb je mods of andere dingen geïnstalleerd, dan kan het zijn dat het van die mod dubbelpunt en dan dat blokje is. Dus dat kan eventueel. Wat je ook kunt doen, is de Minecraft gewoon weglaten en gewoon commentblok blok gebruiken als je hier in je chat bent. En typ je dat, dan heb je dus gezien dat ik ondertussen al twee comment blokken heb gekregen. Dus zo op die manier kun je dus al een comment een blok krijgen. Zet je hier een getal achter, dan kan je er 20 bijvoorbeeld krijgen. Dit is met behulp van een commando, maar je kunt het ook zonder een commando doen. Heb je je wereld ge gecreëerd met bijvoorbeeld creative of sta je in een creative modus en heb je sheets geactiveerd, kun je naar je escape menu gaan, dan vervolgens naar opties, controls, dan vervolgens operator, item, step, Kun je op aanzetten. Bij mij stond die al op aan, dus die zet je op aan. En dan kun je helemaal uit het menu gaan. En als je dan in jouw menu gaat, zie je hier van onder op weten, utilities. En tada! Hier staan jouw commandoblokken. Een gewone commandoblok, een shine commandoblok, een repeating commandoblok. Wat zijn deze? Dramatisch. Dat ga ik jullie zo dadelijk allemaal uitleggen. Maar als je zo'n commandoblok hebt gekregen, kan je deze gewoon neerzetten met de rechtermuisknop of de toets dat je hebt ingesteld. En dan heb je een commandoblok neergezet. Let op, je kan deze. Alleen openen in Creative. En wat staat hier? Hier staan best wel wat knopjes op, en ik ga je ze allemaal gaan uitleggen. Maar voordat we dat doen, gaan we gewoon direct al een commando gaan invullen met bijvoorbeeld het gif-commando van daarjuist omdat we in een commando-blok aan het werken zijn, en dit is een impuls commandoblok. Wat betekent een impuls commandoblok? Dat is eigenlijk een commandoblok die een impuls nodig heeft. En wat is een impuls? Bijvoorbeeld een tik op je hand, dan heb ik jou een tikje. En een impuls betekent eigenlijk gewoon een tik en het is gebeurd. Dat is eigenlijk een soort van een impuls commandoblok. Nu, we gaan hier een commando één keertje gaan uitvoeren met behulp van het give-commando hoeven geen slash mee te geven, omdat we in een commando blok zitten. Hij weet dat dit een commando is. Dus we doen give, vervolgens de spelernaam en ik kan je bijvoorbeeld een diamond gaan meegeven en dat hoeft maar uh, bijvoorbeeld twee stuks te zijn. We klikken op Don. Oh, er gebeurt niks. En dat klopt. Standaard heb je iets van redstone nodig en het kan eender wat zijn. Bijvoorbeeld een redstone fakkel of een torch. Je kunt bijvoorbeeld een knop gebruiken, een lever gebruiken of liever. Je kunt van al een drukplaat gebruiken. Dan kun je allemaal Gebruiken zolang het maar iets van redstone is. Je gaat bukken met behulp van jouw buktoets, rechtermuisknop of toets wat je hebt ingesteld en dan kan je bijvoorbeeld iets van redstone erop zetten. Ik klik op de knop en tada, ik heb twee diamonds gekregen. En in de chat zien we ook dat een commandoblock iets heeft uitgevoerd. Straks ga ik jullie laten zien hoe dat je dat kunt eventueel uitschakelen. Nu, dit is met behulp van redstone dat we dat hebben geactiveerd, dat kan ook zonder. Als we erin gaan, zien we in één keer een extra veld. Previous output, dat is eigenlijk ja, het tekstveldje wat uitlegt van wat er gebeurd is in een vorig commando. Namelijk dat ik twee, twee diamanten heb gekregen. Maar hier zien we Needs redstone. Needs redstone betekent, hij heeft een redstone nodig. Zet je dit op Always Active, is die altijd geactiveerd. Vanaf het moment dat ik op ton klik, nu heb ik er nog maar twee, heb ik er vier. En ja, vanaf dan doet hij het niet meer eigenlijk. Want het is gewoon. Eén impuls. Het is een tikje en het is gedaan. Dit berichtje komt nog altijd in jouw chat. Je kunt het uitzetten op meerdere manieren. Eén manier is bijvoorbeeld door slash game rule en dan command blok output op valse zetten. Dan ga je die, die berichtjes niet meer krijgen. Dus als je dat op valse zet of als je je wereld genereert kun je dat ook in, aan de hand van jouw game rules daar al aanpassen. Dus dat kan je daar ook al eventueel doen om dat niet telkens opnieuw te krijgen. Dat is één blok. eigenlijk de simpelste commandenblok. Je kunt deze ook gewoon afbreken als je een creative bent. Maar er zijn nog meerdere. En hoe krijg je deze andere soort? Oftewel door in het menu te gaan van je operator utilities. En deze gewoon te nemen, of met behulp van een commandob. Of. Als je een commandoblok, een comment, of als je een commandoblok hebt, rechtermuisknop, de linkse knop, zie je impulse. Klik je erop, wordt dat een chain. En vervolgens repeat. En als je nog een keer gaat klikken, dan krijg je terug impulse. Maar ik ga deze eventjes op repeat zetten. En dan vervolgens eventjes die LWS Active uitzetten op DON. En je ziet, automatisch is deze veranderd naar een repeater. Of ja, ik heb Repeat, repeat Een repeat commandoblok. Dat kan een gevaarlijke zijn, want eenmaal als je een repeat commandoblok gaat opzetten, gaat hij iedere tik van een Minecraft eigenlijk iets gaan laten gebeuren. Nu, in één tik, of uh, per seconde, van een Minecraft-game zijn er 20 ticks. Dat betekent iedere seconde dat er 20 dingen gaan gebeuren wanneer je dit commando gaat uitvoeren. Zet er dus niet iets in van TNT dat kan exploderen, want je wereld is naar de kloot. Dus let er goed mee op wat je hier in dit commandoblokje zet. Maar wat je er bijvoorbeeld wel kunt indoen, is dat deze blok die hier staat, continu moet vervangen worden door, een, ja, door dezelfde blok, zodat je deze bijvoorbeeld niet kunt afbreken. Hoe doen we dat? Heel eenvoudig, je gaat naar je F3 menu. Als je F3 typt, krijg je een hele hoop data op je scherm. Veel te veel om, ja, van, ja veel te veel gewoon. En wat hier eigenlijk allemaal in staat zijn een paar dingetjes die we nu vooral nodig hebben. Je hebt hier X I, Z staan. Dat is eigenlijk de plaats onder jouw voeten. Dat is hier waar dat jij op deze blok staat. Dat is de X I, Z. Maar welke waarde ik nodig heb om dit blokje aan te kunnen passen, dat is hier rechts bij Targeted Blok, min 208, 79, 153. Dat is wat ik nodig heb om deze blok te kunnen laten vervangen of veranderen. Hoe doen we dat? Dat gaan we gaan doen met een behulp van het volgende commando, slash z blok. Als ik op de spatiebalk ga duwen, dan kan ik mijn x, y en z waarden al meegeven, die automatisch de waarden overnemen van het blok dat je naar kijkt. Taptoets, spatie, taptoets, spatie, taptoets. En je hebt al jouw blok. En hier kun je bijvoorbeeld Stone typen om het te laten vervangen door Steen. Maar deze is al Steen. Dus ik haal deze even weg. Ik zet Steen. En hop, hij is geplaatst naar Steen. Met behulp van dit commando. Wil je deze blok dus continu laten vervangen, dan kan je dit commando bijvoorbeeld heel makkelijk kopiëren en dan in dit commandoblok gaan plaatsen. We gaan naar het blok. Je plaatst deze door Ctrl V. De slash van voor hoeft niet, want we zitten in een commandoblok. En als we deze op Always Active zetten, dan gaat hij dit altijd gaan uitvoeren. Dus als ik deze steen ga kapotslaan. Je ziet het. 20 ticks per seconde gaat hij deze steen gaan vervangen. Dus als iemand deze steen wegklopt, wordt hij gewoon vervangen. Moest je trouwens iets hebben van: oh nee, ik ben mijn commando kwijt. Geen paniek. In je chatfunctie kun je pijltje omhoog doen. En daar is je commando terug. Dus die kun je heel makkelijk kopiëren en plakken. Dus dat is daar heel erg handig aan. En je kunt zoveel andere dingen doen met een repeating block. Je kunt controleren eer dat iemand bijvoorbeeld bovenop een bepaalde blok staat. En dan een commando laten uitvoeren. Je kunt dingetjes gaan laten verplaatsen, zoals ik hier. Heb gedaan. Maar wat als je nu een hele hoop commando's achter elkaar gelijkertijd wilt laten doen? Daarvoor heb je deze commando -blok. En die laatste commando -blok, dat is de chain commando -blok. Met deze chain commando -blok, oftewel ketting, kun je iets aan elkaar gaan wringen of aan elkaar gaan maken om ervoor te zorgen dat met één commando -blok Hoppa! Opeens een kunstwerker staat met allemaal verschillende blokken op verschillende plaatsen. Met behulp van het Z-blok-commando. Het is geen repeating, dus ik kan dit gewoon wegkloppen. En vervolgens terug op de knop duwen om het terug te laten maken. Maar hoe kom je aan deze chain commando blok Ook weer via het menu. Oftewel door heel eenvoudig hier op chain te duwen en dan vervolgens op Done. Let op: een chain commando blok zet je het beste op Always Active want dat zorgt er eigenlijk voor dat deze altijd actief is, maar het wordt alleen maar geactiveerd als je bijvoorbeeld daar, ja, hier een gewone commando blok erbij zet, dat is eigenlijk het makkelijkste om ermee te werken, of je zorgt ervoor dat deze ook gewoon puur redstone krijgt en de rest altijd actief is nu zo'n ketting commando -blok, dat zie je, kun je eigenlijk aan elkaar maken door behulp van deze pijltjes die op de commando blokken staan, je ziet dit pijltje wijst naar die richting dat betekent dat deze commando blok van zijn gat eigenlijk naar, nou, ja, dat, dat deze Commandoblok van zijn hoofd naar dit gat wijst. Andere woordkeuze moeten nemen. Maar ja, deze richting gaat hij dus de commando's uitvoeren. Dan gaat hij opeens naar links. Maar dan gaat hij opeens naar boven. Dan gaat hij terug naar hier. En uiteindelijk gaat hij terug naar links. Dus ja, je kunt alle richtingen uit: van boven, onder, links, rechts, wat je ook maar wilt. Dat kun je doen met behulp van een Shane Commandoblok. En dan kun je dus commando's uitvoeren zoals dit. Wat hierin staat is heel eenvoudig. Zet een blok op deze coördinaten met deze soort. Dan. Daarna doe dat met dan bruine wol een plaatje verder. Doe dat dan met ook log een plaatje verder, een plaatje verder bruine wol. En dan omhoog. Ga je omhoog en doe het een beetje anders. Dat kun je allemaal doen met bijvoorbeeld een commando commandoblock. En ook als ik hier binnenin ga, zie je always active. Altijd actief. Dus als deze altijd actief is. Dan gaat hij ervoor zorgen dat hij deze ook altijd gaat werken. Zet je dit uit. Dat betekent dat deze echt redstone nodig heeft om te kunnen werken. En zal deze commandoblok dus niet werken tussen alle andere ketting Dus het is altijd handig om deze op uh, always Active te zetten. Maar er is nog één andere knop ertussenin. En dat heeft eigenlijk te maken met de middelste knop: Unconditional of conditional. Wat betekent deze knop? En voor heel veel mensen is dit een beetje een vreemde knop. Maar, ja, voor wat wordt het gebruikt? Standaard staan alle commandoblokken op unconditional. Wat betekent dat? Heel eenvoudig, daar staat nu al een blokje. Je ziet het dus, daar staat al een blok. Deze commandoblok wil deze blok daar gaan zetten op die plaats. Maar er staat al een blok, dus die kan dat niet gaan zetten. Wat betekent dat deze eigenlijk een foutbericht gaat geven zoals hier staat could not set de blok. En met unconditional gaat deze gewoon zeggen van, oh ja, oké, okay. maakt mij, maak mij niks uit, ik ga gewoon verder, ik ga gewoon die blok gaan zetten. Maar, als we deze commando blok hier vervolgens op conditional zetten, zie je dat het pijltje verandert, en dat betekent eigenlijk, als deze een foutmelding geeft, dan, zie je, gaat deze volgende ervoor zorgen van, ah, wacht, mijn vorige commando heeft een foutmelding gegeven, dan mag ik niet doorgaan. Als... Deze fout geeft. Mag ik niet doorgaan. Maar geef ik wel aan dat deze wel mag doorgaan. En als je dit allemaal zo op unconditional zet. Ja dan gaat hij ervoor zorgen dat het eigenlijk niet gaat werken. Maar. hij gaat dus nakijken. Is dit commando gelukt? Ja of nee? Dan pas mag ik door. Is het niet geluk, deze niet gelukt? Mag ik niet door. Zet je op unconditional. Gaat hij gewoon niet kijken. Boeit hem helemaal niks. Ik ben gewoon weg. Dus dat is eigenlijk het verschil met al deze knoppen. Dat je al hebt gehad. Vervolgens staat hier nog een O'tje en een xje. Dat is volgens mij puur om de output weg te halen. Ik weet niet heel exact. Weet jullie het? Laat het hieronder weten. Ik wil altijd heel graag bijleren. Maar, wat ik ook nog heb, is. Ja, Jens, je hebt hier zoveel commandobokken gezet. Je gaat, je gaat mij niet zeggen dat je dit continu opnieuw hebt geplaatst. Nee, je kunt jouw controltoets inhouden. Middel-muistoets of de derde toets op, jou, uh, op jouw muis. Dan krijg je NBT-data. Dat betekent, als ik deze nu ga zetten. Dat hij het commando er al in heeft zitten met alles opgeslagen. Dit werkt ook met alle andere commandoblokken. Control-toets ingehouden, midden-muistoets. Met met de We gaan erop klikken, die heeft de chain onthouden. Dus dat kun je ook doen met behulp van commandoblokken. Deze kun je heel makkelijk overkopiëren. Dat is zo wat de basis van commandoblokken. Verder is er niet zo heel veel aan, maar nog een hele hoop commando's. We hebben ondertussen help geleerd. Ondertussen geleerd hoe je blokken kunt zetten in een chain, in een gewone impulse commandoblok en ook natuurlijk in een repeat commandoblok. Blok was de naam kwijt. Dus we hebben al redelijk wat geleerd over hoe dat je met commandoblokken kunt werken. En in volgende tutorials ga ik jullie veel meer uitleggen van commando's. Maar dat is het einde van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Doe dan dat duimpje omhoog. Raak dan dat abonneerknopje aan. Dat was snel. En vergeet zeker vast dat bel icoontje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat een video zal aankomen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doedels.